Lieve mensen, met Christel gaan we even wat delen. En dat is uh, een object bij de maan. Overdag ze zien en ook nog uh, 's avonds door verschillende mensen uit verschillende gebieden. Uh, maar ook de Schumann-resonantie is heel erg hoog. Met uh, bijbehorende klachten. Ik weet niet precies wat allemaal, maar uh, maagzuur, geloof ik, en dat soort dingen. Uh, ja, daar word ik meestal ook niet zo lekker van. Dat is. Uh, ook niet zo fijn gevoel, maar, uh, maar ook wat er ook was is uh, die tyfoon, die super tyfoon in de uh, Filipijnen. En uh, ja, daar woonden mijn, uh, de ouders van mijn schoondochter en uh, mijn zoon heeft daar ook een huisje laten bouwen. Dus ik uh, <laughs> en dat is normaal nooit in april. Uh, zulke uh, ja, tyfoons lijkt gelukkig af te zwakken en om te buigen. Maar het is heel apart dat het in april is. Normaal is het veel te vroeg. En uh, ja, dus ze woont er wel ook in het noorden, de familie. Dus ja, best wel spannend allemaal. En uh, in ieder geval, dat wil ik even delen met jullie. In ieder geval, uh, tot de volgende keer.